Welkom bij Explore de Noord. Mijn naam is Sarah en ik zal jullie wat uitleg geven bij de Husky sled activiteit. Door het kijken van deze video ben je niet vrijgesteld van het volgen van de instructies die de gids zal geven vooraleer de toer start. Dus kom nog steeds op tijd naar de verzamelplaats voor de toer en luister nogmaals aandachtig naar de uitleg van de gids. Indien je met twee bent, neemt de passagier plaats op of in de slede met beide handen in de slede. De passagier mag tijdens de tour foto's nemen. Hij of zij mag meer doen dan de bestuurder, die steeds gefocust moet zijn. De bestuurder 100% focus. De honden rennen steeds voor de slede en zijn bevestigd aan hun nek en langs achteren. Ze rennen in een rechte lijn. Indien de honden om één of andere reden zouden stoppen, dan stop je zelf ook de slede door te remmen. Als ook indien de honden verstrengeld raken, stop je en vraag je om hulp van de gids door je hand in de lucht te steken. De gids bevindt zich steeds langs voren als eerste slede. Je moet steeds een goede afstand van minimum 10 meter hebben tussen je eerste honden en de slede die voor je is. Nu zal ik tonen hoe je op de slede moet staan: voeten zo, op beide skis, knieën losjes, handen op deze manier. Beide handen. Handen niet te dicht bij elkaar. Houd ze uit elkaar zodat je relaxed op de slede staat. Ogen gefocust naar voren. Kijk naar je eigen honden en naar de slede die voor je is. De anker en het touw zijn voor de veiligheid. Hiermee dien je zelf niets te doen. Wij zullen je helpen hiermee indien nodig. Wanneer we vertrekken, moet je ook degelijk klaar zijn. Geen handschoenen meer aanspannen, muts opzetten, jas dichtmaken of dergelijke. Klaar om te vertrekken, beide handen aan de slede. De andere gidsen zullen de anker losmaken en de gids die de tour zal begeleiden zal vragen of alles oké okay is door zijn of haar duim in de lucht te steken. Jij herhaalt deze natuurlijk. Deze is de belangrijkste, de grote rem. Eén voet op de rem om de snelheid te controleren. Beide voeten op de rem is stoppen. Als je stopt, mag je niet van de slede stappen. Als je dit toch doet, zullen de honden er vandoor gaan zonder jou. Herinner om op de grote rem te blijven staan wanneer we stoppen. De gids zal tot bij jou komen om de slede vast te maken. De gids zal zeggen wanneer het oké okay is om af te stappen. Wanneer we klaar zijn om te starten in de kennel, beide handen aan de slede, beide voeten op de grote rem. Kijk naar de slede voor je. Wanneer die slede vertrekt. Wacht je even tot er een goede afstand is om zelf te starten, minimum 10 meter. Hierna haal je één voet van de rem, deze plaats je op de ski. Eén voet blijft op de grote rem zodat je de snelheid goed onder controle hebt. Focus op je honden. Wees zeker dat alle honden klaar zijn om te vertrekken. Hiermee bedoelen we dat de honden niet losgekomen zijn of er strengels zijn geraakt. Eenmaal vertrokken en alles gaat goed, kan je de voet van de rem halen. In de bochten kan je wat meehangen. Je moet actief zijn. Indien er een afdaling, ook al is het een kleedje, is, moet je steeds de grote rem gebruiken. Anders zal jouw slede sneller gaan dan de honden. Indien je naar boven gaat, dan zal je de honden moeten helpen door te duwen of te stappen. Houd steeds beide handen aan de slede. Indien je slede zou kantelen, zullen de honden inhouden. Wanneer je de slede terug recht brengt, moet je meteen terug op de rem staan en de slede goed vasthouden, anders zijn de honden er vandoor met de slede en je eventuele passagier. Denk er steeds aan om de snelheid te controleren door het gebruik van de rem. Sommige sledes zien er wat anders uit, maar ze hebben allemaal deze remmen. Deze rem is een softbreak, als ook om de snelheid te controleren. Wanneer je tijdens een tour ziet dat je honden te snel gaan en dus te dicht komen bij de sleden voor je, Gebruik je deze rem om continu de snelheid te controleren? Het is aangenamer voor de honden om een constante snelheid te behouden. Constant stoppen en terugstarten is niet goed voor de honden. Dus liever continu wat bijremmen met de softbreak. Wees bewust dat veiligheid als eerste komt. Denk aan jezelf, je passagier en je honden. Ik wens jullie een leuke tour en een mooi verblijf bij Explore de Noord.